Ik ga kijken of ik in de komende 30 dagen een spagaat kan leren. Denk dat het mogelijk is? Nee. Alleen was mijn trainer nog niet heel positief. En daarom startte ik op dag 1 een nulmeting. Om te kijken of ik na 30 dagen echt verbetering had. Op dag 1 startte ik deze video met mijn eigen schema. En kreeg ik ook nog wat motivatie mee van mijn trainingsmaatjes. En de dagen van oefenen deden pijn. Heel veel pijn. Het was echt niet normaal. En na een aantal keer meetrainen met de topsport zag ik ook echt daadwerkelijk verbetering. En de dagen daarna probeerde ik overal mijn spagaat even te trainen. En na 30 dagen lang hard trainen was het eindelijk tijd voor het eindresultaat.